Wat ga je doen? Een toertocht rijden? Ja. Hoeveel rondjes is dat? 27. 27? Leeftijd? 9. Aantal rondes? Ah, doe ik maar 10. Hè? Zet je nog een kaartje mee? Oké. En jij bent? Ja. En hoeveel rondjes ga je vandaag rijden? 20. Kijk, dit is je kaart. Stempeltjes binnenin laten zetten op de baan. Dit is je consumptie van mijn kaart. Dit wordt gepubliceerd door de ijsvereniging van Noorderschot. Ja. Het is bedoeld voor de... Voor de basisschoolkinderen. Ja, ja. En wat kunnen de kinderen hier allemaal doen? Rondjes van... kunnen ze er zoveel mogelijk rondjes. Ze mogen inschrijven hoeveel rondjes ze doen. Als ze 10 doen, maar ze mogen er ook wel 20 doen. Ja, en een rondje is? Een rondje is ongeveer 400 meter. Oké. En hoeveel rondjes hebben ze er nu toe ingeschreven? Nou, sommige kinderen voor 15, sommige kinderen voor 20, sommige kinderen voor 3. Ja. Maar ze gaan bijna allemaal over hun eigen ronde heen die ze bedacht hadden. Ja, maar waait behoorlijk. Dus ik vind het ijskoud. Ik vind het hartstikke knap van de kinderen, ja. Dat ze hier staan. Vooral tegen de wind in. Ja, en voor de wind gaat het behoorlijk hard. Ja, dan gaan ze mooi, dan zijn ze hier zo weer. Maar het valt op dat de kinderen zo goed kunnen schaatsen van deze leeftijd al. Ja, ze hebben de hele week al kunnen oefenen, hè. Ja. Ze zijn de hele week al open op onze schudders. We hebben heel veel werk gehad. Die mannen zijn tot 's nachts 1 uur, 2 uur bezig om dat ijs weer vat te krijgen. Dus geweldig. Moeten jullie ook nog schaatsen? Ja, wij gaan ook nog schaatsen. Hoeveel rondjes heb je al gereden? 16. Ik heb 18. 18. En hoeveel? Ik heb 16. Hoeveel ga je dit doen in totaal? Wij doen 25, maar we gaan er meer. Meer? Ja, ik ga rond de 75. 75? Ik ga minstens voor de... Weet je hoeveel kilometer dat is? 75. 3. 1 rondje is 400 meter. Dus 10 rondjes is 4 kilometer. Oh ja. Dus dat is 30 kilometer. Oh, cool. Hoeveel heb je er al? 7 nu. Alleen ik ga er niet. Is het koud, jongens? Nee hoor. Hey. Oh. Hoeveel rondjes heb je al gereden? Nog niet. Maar tegen wind is wel koud, denk ik, hè? Ja, dat is zeker. Het is. Waarom staan we hier wel in de hoek? Daar is een beetje uit het windje. Ja. Ja. Doe nog een bak koffie. Dat is helemaal goed. Je gaat er wel twee. Ik kan beter een warm borreltje nemen. Oh, nodig. Ik heb er nog maar 3, maar nu ga ik er 4 krijgen. En hoeveel moet je er rijden? Ik had gegokt voor 2, maar ik ga nog meer. Nee, dat wel meer dan 2 rondjes. Ja, maar de vorige keer toen ik ging, toen kwam ik het nog helemaal niet goed. Zo okay. Goed, maar nu kwam ik het ineens heel goed. Oké, okay, ik zal eens even kijken hoe je het doet. Oh ja, dat gaat goed. Maar als ik hier kijk, dan ziet die baan er perfect uit. Hoe krijgen jullie dat voor elkaar? Nou, het voornaamste is
dat wij hebben een fanatieke aanhang met heel veel vrijwilligers uit het dorp. Onze bestuur is ontzettend fanatiek. En voornaamste is dat er s'nachts flink vriest. S'avonds wordt de baan schoongeveegd. En dan tot in de kleine uurtjes gaan we bezig met de sproeier erop. Nou, we hebben eigenlijk geluk gehad dat wij de sneeuw op tijd eraf gekregen hebben. Ja. Met veel hulp van buitenaf. En ja, als de sneeuw op ligt, dan zet het ijs niet aan natuurlijk. Nee. En ja, we hebben net op tijd de sneeuw eraf gekregen. Ja. In het algemeen staat hier een centimeter of 20 water. Ja. Behalve in het midden, daar loopt een sloot, daar is het iets dieper. Maar gemiddeld is het ongeveer 20 centimeter diep. En hoeveel ijs ligt er nu in? De schatting is ongeveer een centimeter of 10. Oké. Okay. En hebben jullie nog meer evenementen in petto? Morgenavond. Ja. Een marathon afvalrace. Ja, en dat houdt in? Ja, wat houdt dat in? Rondjes schaatsen en de laatste die valt af. Net zolang tot er een paar overblijven. Oké. Okay. En wordt helemaal een baan uitgezet en dan was vanaf 18 jaar en ouder. Complimenten voor hoe het er allemaal uitziet. En ik denk dat de jeugd zich ontzettend vermaakt. Weet je hoeveel we bezig zijn vandaag? Ik heb net even gevraagd en er waren iets meer dan 120 inschrijvers. Oké. Okay. En ze rijden afstanden variërend van? Ja, mogen ze zelf weten. Het gaat gewoon even om ja, dat ze bezig zijn. Ze krijgen een medaille. Ja. En ja, met de stempelen erbij, dat geeft dan weer een beetje een extra speciaal gevoel. En, hoeveel? 10. En hoeveel wil je er doen? Of moet je er nog meer? Nee, ik heb 10 meer. Okay. Ik heb 10 en meer, maar nu, ik moet het meeste 10. Ja. Ik heb ook 10 plus en dan ga ik. En ik heb nu 10,5 rondje. Ja. En ik ben even uitrusten. Is het niet koud? Nee. Geen harde wind? Soms. Ja, hey. Soms een beetje. Blaast de wind tegen ons in. Tegen? Maar voor de wind ga je heel hard? Ja. Ik vind het wel leuk? Ja. Oké. Okay.